lang zo is op hier de wedstrijd zonder voeten los te barsten. Die positie is ingenomen, maar de eerste verschillen zijn er al snel. Nadat ze over het strand één keer gereden hebben, zijn de verschillen er al. Dat zijn twee groepdelen. Heel goed mee weg is. Schuren heeft de kloof zo goed als kunnen dichten op die kopgroep. Er is Pauwels en Kendrick van Grenbergen. Pauwels blijft een beetje steken in de zand. Van Grenbergen gaat hem voorbij en tracht zich ook bij de kopgroep aan te sluiten. Wat verderop van de Branden kijken we ondertussen naar de doortocht hier aan onze wagen. En ondertussen heeft Kevin Kamp de leiding genomen. Beelen is nog bij, Huis en Tielis. Klein verschilletje ondertussen voor Maxim Panis. Dan kop tekort, Verschuren, Van Grenbergen, Pauwels. Dan komt Kai van den Branden. Hans met de Maaike Tielemans en in dat. Huis de Forsingen voert op dit moment en waar de verschilletjes toch stil aan wat groter worden daar. En zo de lust maken kind om dan het losse zand in te geraken nadat ze vlak naast de waterkant reden. Maar dan wordt het nog zwaarder hier in het losse zand op het strand. Huis en Kant moet toch wat terrein toegeven. Huis hier, poortje langs, in het losse zand lopen. Tielis, Verschuren, Beelen, De Kort. Zo komen ze daar langs. En we komen zo dadelijk op 6 ronden van het einde. Maxim Panis met ook Christophe Kop. En met Dries Pauwels. Zo zijn ze daar langs gekomen. Even verderop zit Van den Branden. Dan Mellemans. We komen op 6 ronden van het einde. Nog 6 ronden. 6 ronden, Huis en Kant. Matthielis, die leidt achtervolging voor Verschuren. Nog 6 ronden. En Beelen. Beelen na Cooper, de stuurstang natuurlijk, want alles geven. Tom met de kop ook. En met de Panis, met de Dries Pauwels. Op 6 ronden van het einde. Nog 6 ronden. Beetje verderom nog achtervolgen die nog altijd aanspraken maken om bij de kopgroep te voeren, maar hier is de strijd geweldig ontvoerend. En langs het strand komen zo dadelijk. Zwarte Verschuren. Ja, niet zo goed weg in het begin van de wedstrijd. Had wat tijd nodig om mee vooraan te komen. Remonte gedaan en is nu echt wel helemaal. Verschuren, Kamp, Huis, Tielis. Beelen en Van Grenbergen, voilà, dan komen ze door de zandstrook lopen. Beelen van Grenbergen dus en in het gezelschap ook van Maxim Panis. Maar Christophe Kop met Tom de Kort en Dries Pauwels. Allemaal kort bij elkaar, dus het wordt nog erg spannend. En we komen zo dadelijk op 5 ronden van het einde. 5 ronden af te leggen. Nog 5 ronden.
Ja, de Schuren ligt de voorsprong genomen, maar de Schuren goed bezig. Op vijfde ronde, dan Huis in ronde. Dan komt Banes in kop, dan komt de Kort en Pauwels. Op vijf ronde. Dan hebben we Millemans, dan hebben we Van den Brande. Nog vijf ronden. Nog vijf ronden. Five laps more. Nog vijf ronden is dat voor Hugh Takanucci. Nog vijf ronden voor Mike Tielemans. Eveneens voor Davy Huygens en voor Edwin de Wind. Nog vijf ronden. Vijf ronden nog mannen, Stijn Morbij, ook Stijn Pennen, vijf ronden. Oh Herman! En de rest wordt allemaal in de druk gezet door Bart de Schuren, die zich hier geweldig in zijn stad voelt. Maar een huis komt tot aan zijn achterwiel. Tielens, Kamp, Spelen, Van Grenbergen. Zo komen ze langs. Met Maxim Panis, Christophe Kopp en Dries Pauwels en Tom de Kort achteraan nog. Ze komen zo langs en zo dadelijk komt hier van het einde. Ronde nog. Verschuren, Huis, Tielens, Kamp, Pelen en Van Grenbergen. Vier ronden nog. Ja, vervolgers. En Tom de Kop. Tom vier. Dan hebben we Melleman. Tom de Vandaan komen.
Tielis, Huis, Verschuren en Van Grimbergen. Nog altijd met z'n zessen. Kop, Dries, Pauwels en dan het gezelschap ook Paas. Dat zijn de drie achtervolgers. Nog altijd en met z'n zessen. Ze hebben al wisselend de rest onder druk gezet. Het is nu weer de beurt aan Belen om tempo op te voeren. Zo komen ze weer langs het strand hier van de plas. Even het mulle zand in, het poortje door. Belen, Kantiles, Huis, Verschuren, Van Grimbergen. Dan Kop en Pauwels en Panis, kunnen zij nog terugkomen? Mogelijk wel, want het verschil is niet groot. Het blijft dus nogal wat volk vooraan, het blijft dus heel erg spannend. Moeilijk te zeggen wie van hen nu echt de sterkste is. En zo dadelijk de doortocht hier aan de streep. Dus dat wil zeggen nog drie ronden. Nog drie ronden, nog drie ronden. Van Grimbergen die nu de kop gaat pakken. Jutta Kanunchi. Maar we willen het allemaal. En zo goed te zijn
Het is binnen, hij pakt de zegen.
Lara Hemmers. En door de plaats voor Huis der de Hortant. Hier is Bart van Schuren en Bart Chimiteres. Jongens, jongens, jongens. Dan ben je van Grunbergen. En dan Dries Pauwels. Huisman, hè? Maar kom, dus toch kom. Maxim Paas. Wacht. Dan hebben we zo'n naam met Jeffrey Mellemans. Ja, we moeten wachten. Dan een van de landen, dan Linda Gelucci. Dan hebben we hier weer Tom de Kort. Dan rest ons nog de huldiging zo dadelijk. Voilà. Kenny Maas komt net over de meet en heeft hij vandaag de pechprijs. Komt ook naar het podium dus. Wie krijgen we naar het podium? Dit was geen katapis. Nee, het was redelijk zwaar. Maar ik had eigenlijk een hele goede dag, maar elke keer als ik op kop kwam van de groep en wou demareren, had ik problemen met mijn ketting. Ik heb drie keer moeten stoppen, drie keer mijn ketting er weer moeten opleggen. En elke keer als ik erbij kwam, had ik het weer opnieuw. En ik heb dan de laatste drie ronden van voor gewoon niet meer geschakeld. En ja, ik zat toch blij dat het gelukt is, want ik was echt wel goed vandaag. Amai, met dat, jullie waren vooraan toch wel met een select gezelschap. Lieve eerste de beste die er allemaal verzameld zijn. En toch wel verschillende ook die een kans gewoon zagen om vandaag hier toch de zegen mee te kapen. Dus in die laatste ronde was het echt wel drummen, was het echt wel harken. Hè? Ja, het was een hele snelle ronde. En select Stijn Huis en Kevin Kamp, we kunnen allemaal wel door het samenrijden. Verschil maken is moeilijk en dan was het alles op de laatste ronde natuurlijk. Voilà, en het is gelukt. Het is gelukt. Bloemen van de Romina, voilà. En ook voor de tweede en de derde zijn de bloemen. Ja jongens, je bent nog een handpannetje, maar... Ja. Mevrouw Ope Zand, want de familie van Hees is altijd vertegenwoordigd. Dankjewel ook voor uw aanwezigheid vandaag. Voilà, wat hebben we? Ja, gaan we even bijstaan. En daarmee is het podium nog niet helemaal compleet, want we krijgen ook... De natuurlijke Barsterschuren die hier de voorstand is. Mensen, laten we nog even gaan. Dus we willen nog een applaus vragen. Met dank aan de organisatoren, met dank aan de sponsors, Café Rotonde, Zaken Kantoor van de